Ja, hallo iedereen. Dat is wel de derde maal dat ik een filmpje maak, aangezien ik blijkbaar de vraag van de slimste mens niet helemaal goed begrijp wat er al dan niet moet gesteld worden. Ik had eigenlijk een zeer interessante vraag voor jullie in petto, namelijk naar welk dier zijn de Canarische eilanden genoemd? Dit was de hond, naar het Latijnse woord canis, maar het mocht allemaal niet baten, aangezien ik mij moest houden aan de zeer strikte quizvisie van quizmaster Slossen. Dus ik heb een nieuwe vraag voor jullie in petto met vier. Nee, dus ik mag het antwoord niet zeggen, inderdaad. Het is de vraag. Ik heb gehoord, ik was er eigenlijk bij, dat ik vernomen heb dat jullie dit jaar naar Montenegro gaan. Prachtig land, prachtige bestemming. Maar nu is mijn vraag aan jullie: kunnen jullie de vier voorgaande buitenlandse bestemming zeggen opsommen van Jan 1. Oké, de vier vorige buitenlandse kampen, de bestemmingen. Naar waar gingen ze? Oké, boys, maak er het beste van.